Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren, is 20 jaar verbonden aan deze vakorganisatie. Op woensdag 6 januari 2021 is zij door de organisatie in de bloemetjes gezet. President Chandrika Prasad Santokhi bracht de nodige felicitaties uit. Zowel het staatshoofd als de vakbondsvoorzitter hebben aangegeven voorstander te zijn van een goede relatie tussen de overheid en de organisatie. Ik mag niet alleen mijn 45-jarige dag herkennen, mijn geboortedag, maar ook dat ik 20 jaar zit in de vakbeweging. En het is natuurlijk een mijlpaal, zeker in het leven van mij, een historisch moment. En daarvan wilde ik zeker u ook deelgenoot maken. Maar we hebben zeker als BVL en ALS, waarvan ik nu nog de voorzitter ben, altijd strijd geleverd. We hebben geen enkel verworvenheid voor granted gekregen. En nog steeds zijn we in diezelfde lijn. We moeten nog steeds knokken voor lotsverbetering. En ik ben daarvoor de leraren ontzettend dankbaar dat ze het vertrouwen in mij hebben gesteld. En ik heb ook beloofd dat ook mijn intrede in de politiek, ik de belangen van niet alleen de totale samenleving ga behartigen, maar ook in het bijzonder de leerkrachten. U weet dat de leerkrachten een cruciale rol vervullen wanneer het gaat om het onderwijsproces. En de leraren zijn ontzettend belangrijk in dat vormingsproces. We staan nu voor grote uitdagingen in de Surinaamse samenleving, maar in de totale wereld wat COVID betreft. Het vergt ons enorm veel energie om ook dat onderwijs te blijven garanderen. We hebben graag dat leerlingen onderwijs genieten, maar dat moet allemaal veilig gebeuren. Aan de andere kant hebben we ook als vakbeweging, streef ik ernaar dat er wat meer eenheid ontstaat. We weten dat de politiek de vakbeweging heeft bespeeld en verdeeld. En het is meer dan ooit tijd dat we nu samen gaan bundelen en kijken wat de toekomstdoelen zijn, zodat we die kunnen realiseren in het belang van ons geliefd land Suriname. Ja, het is 20 jaar geleden begonnen. Ik kwam als shopsteward in de bond, was ik shopsteward van de bond. En nadat ik een uitgesproken mening had in vergaderingen, viel ik op. En ben ik toen door het toenmalige bestuur gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de BVL. Ik ben inmiddels 18 jaar secretaris geweest van de Bond van Leraren. En later, toen de ALS werd opgericht, ben ik ook de secretaris geweest van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. 2 jaartjes terug mocht ik het roer overnemen, precies 8 januari, dat is eigenlijk overmorgen, herdenk ik ook dat ik 2 jaar de voorzitter ben van BVL, maar ook van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. En we hebben altijd als BVL en als strijd geleverd voor alle verworvenheden die we hebben gekregen. Niks is ons voor granted gegeven. Dus we zijn altijd een strijdbare organisatie geweest. En dat inspireert me om het goede werk voor te zetten. Ik ben een fighter en ik zeg, ik kom op voor de belangen van de totale samenleving nu als parlementariër. Maar in het bijzonder van de leerkrachten. En je hebt zeker veranderingen, want u weet dat onderwijs is ook dynamisch. Maar u begrijpt dat we steeds ook met allerlei ontwikkelingen meegaan. Ook de economische ontwikkelingen. Als er inflaties zijn, dan kunnen we aan de hand van de inflatiecijfers die er zijn, moeten we steeds aan tafel met regeringen zitten om de lonen aan te passen van de leraren. En nu gaat dat wederom moeten gebeuren. De president heeft ook aangegeven dat in januari de start gemaakt zal worden om te beginnen met de lonen. Onderhandelingen. En ook de leraren gaan dus in aanmerking moeten komen voor de verhoging van de lonen. Dus we hebben steeds gewerkt naartoe dat het beter gaat in ons onderwijs. En ik heb al eerder een statement gemaakt dat de leraren een cruciale rol vervullen wanneer we praten over onderwijs. En willen we de kwaliteit van ons onderwijs gaan verbeteren, dan moet er geïnvesteerd worden in leraren. En met het investeren in leraren is het niet alleen in curriculum, maar geef ze ook de incentives. Laat ze met plezier aan het werk gaan, want u begrijpt, de intrinsieke motivatie is van enorm belang, wil je kwaliteit gaan leveren. We can do great job if we love what we are doing. En daar geloof ik er heilig in. We staan voor grote uitdagingen. We moeten creatief zijn in ons denken. Dus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur doet heel hard haar best om het onderwijs te blijven garanderen. Natuurlijk moet je een aantal randvoorwaarden in place brengen. En ik heb een aantal voorstellen gedaan in het parlement. Van laten we met bedrijven in zee gaan om te kijken hoe we
tablets of smartphones kunnen geven. Laatst heb ik begrepen, in Nederland is dat gebeurd, waardoor ze 60.000 mensen hebben kunnen helpen. 15 miljoen is daarvoor uitgetrokken. Nou, wij zijn niet een rijk land, dus, maar we kunnen naar analogie daarvan, al is het een 1,5 miljard, een 2 miljard vrijmaken, om die kinderen, want om die kinderen die zogenaamd zullen achterblijven, om ook die kinderen mee te nemen. Want ik ben nog steeds een voorstander van gelijke kansen in het onderwijs. Geen enkel kind moet uitgesloten worden van onderwijs. Trouwens, het kinderverdrag zegt dat ook. Elk kind heeft recht op onderwijs. Dus er zijn een aantal modellen. Ik weet dat de minister ook heel hard bezig is om die wens in vervulling te brengen. Maar het gaat niet allemaal smooth. Maar belangrijk is, en ik wil ook vanuit deze plaats dat beroep doen op de minister, om meer met de vakbeweging in conclaaf te treden. Omdat wij de wettige vertegenwoordigers zijn van de leraren. We weten wat er leeft onder de leraren. En als je de relevante stakeholders bij elkaar brengt, als je koppen bij elkaar brengt, dan denk ik dat het wat beter gaat met ons onderwijs. Op dit heugelijkheid heb ik vandaag gevierd met de president van het land. Ik heb ook de eer om het te mogen vieren met de voorzitter van het parlement, de fractieleider, maar ook het bestuur van de BVL en als. Maar later heb ik dat mijn ouders gaan komen, mijn schoonouders. Ik heb geen feestje thuis, maar ze gaan me gewoon komen feliciteren. Met COVID moeten we de regels in acht nemen. Maar ik wil me zeker sterk gaan maken dat het wat beter gaat met de leraren. U moet begrijpen, de leraren van de basisschool verdienen 2200. En met dat salaris kunnen ze nou niet uitkomen. Ik wil een bijdrage leveren om inderdaad de kwaliteit van ons onderwijs te gaan verbeteren. Ik vind dat die kwaliteit van ons onderwijs niet is wat het nog moet zijn. Het moet een hele grote boost krijgen, eigenlijk een zware injectie zou ik zeggen, om dat onderwijs te krijgen waar het moet zijn. En ik ben al jaren bezig om na te denken, maar het gaat niet zoals het moet gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat zeker met de nieuwe regering, met de heer Santokki en Brunswijk, dat het beter gaat komen. Dat luisterend oor is er, dus en ik denk dat er meer dan ooit tijd dat onderwijs niet meer stiefmoederlijk behandeld gaat worden. We hebben zien dat de rol van vakbeweging en de regering altijd één is geweest van tegenpolen van elkaar. Terwijl, als we eerlijk zijn met elkaar, is vakbeweging en de regering ontwikkelingspartner. Ja, want we hebben allemaal één doel en dat is om dit land op te bouwen. Dus, en vandaar ook dat je merkt dat er verdeeldheid is in die vakbond. Vakbeweging. Dus een moment om daarover te praten en te kijken welke richting we zullen opgaan. En ik ben blij dat de president zegt van ik wil ook daar naartoe werken, dat er eenheid is. Dus dat betekent dat voor de president het ook duidelijk is dat de vakbeweging geen tegenspeler is, maar een ontwikkelingspartner.